Goedendag, mijn naam is Aaf. Ik kijk naar Dream & Pills om een grafiek van twee kanten om te zetten in een voorschrift. Dit is een overzicht. Ik heb aparte video's met meer details die ik gewoon op de eerste overzicht hier geven. Is er van klas van de top, alpha en beta. Of P en Q. Dan weet je, ja, je functie zal zijn f van x van de vorm is a x min alpha kwadraat plus beta. Of a is x min p kwadraat plus beta. Plus beta. A x min p kwadraat plus Q. Die ken je van vroeger. Ja? Dan kun je door het punt px0 en 0 in te vullen, de a vinden door gewoon p in te vullen in de vergelijking, dan vind je a. Ja, dat is de eerste methode, gebruik maken van de top. Als de top gegeven is, kun je deze formule gebruiken. Om meer oefeningen te maken, kijk een aparte video over deze methode. De tweede methode is, je krijgt er twee nulpunten. Hier gegeven zijn dus een nulpunt of de nulwaarde van de functie. Hier zijn de nulpunten x1, x2. Ja, hier heb je een punt x0, x0. Dan wordt de formule f van x, is dan a keren x min x1, maar x min x2. Ja, dat is een binding die je krijgt met de nulpunten. En dan kun je door punt Q in te vullen, x in te vullen in de vergelijking, de waarde van a te vinden. Ja, dit is ook een andere methode, gebruik maken van een nulpunt. Dus invullen en oplossen. Ook hiervoor, voor de oefeningen, kijk naar andere video's om dit te maken. Dit is gewoon een tweede manier om uit te werken. Als je nulpunten krijgt, deze formule. Derde methode, je krijgt drie punten gegeven aan de parabool, dan moet je stelsel oplossen. Ja, stelsel betekent, je krijgt ax kwadraat plus bx plus c, dat is de algemene formule. Vult die drie punten in, je vult punt p in, je vult de punt q in, enzovoort. Dan krijg je een stelsel in a, b en c, dat moet je oplossen. Dit is de moeilijkste manier om op te lossen, gaat ook, maar dat is de moeilijkste manier. Oké, het zijn de drie manieren om een grafiek om te zetten in een voorschrift. Oké, top, nulpunten, stelsel. Dankjewel, bye bye.